Politiek in duidelijke taal. Met de Wild.nl. 3FM. 1. Horen. 2. Voelen. 3. FM. Altijd de eerste. 3FM. Nou, is vandaag een mooie aftrap. Afgelopen vrijdag hadden we al donderdagavond D66 in de studio. Vandaag meneer Fortuyn. Meneer Fortuyn, mag ik u tatoeëren eigenlijk in dit programma? Nou, tatoeëren niet, tutoeëren wel. Oh, dat wel. Mag ik Pim zeggen dan? Ja hoor. Wanneer gaat u weg? Hoe ver moet ik gaan dat u wegloopt? Ik loop nooit weg. Dus kom je daarbij? Dat is allemaal mediaverhaaltjes. Ik word wel eens boos. En dat lijkt me heel goed, want daar heb je er ook geen last van. Hè? Als je eenmaal boos geweest bent, is het ook meteen klaar. Ik heb ook nooit ruzie met iemand. Boos geweest, zat erover klaar. Dus al vindt u me tussen nu en 6 uur een enorme lul, dan blijft u zitten. Ja, ik heb ook mediaadviseurs, dat moet ik. Oh, dus u blijft zitten voorlopig? Ja, voorlopig wel. Nou, dan gaan we nu beginnen. Ruud de Wild. Op 3FM. Hier is Ruud Stemwijzer. Politiek in duidelijke taal. 3FM, Danny Worrells hadden we. Bohemian Like You. En daarvoor Hazes. André van Voren. André Hazes en Zij geloofde mij. Is een van de favoriete platen van Pim Fortuyn. Wat heb je nou eigenlijk met André Hazes, Pim? Oh, ik heb veel met het Nederlandse levenslied. Ik vind trouwens Vuile Hagelaar, pak jij je koffers maar. Dat vind ik er nog veel mooier. Die van René Daan, die van Vuile Hagelaar. Echt hoor? Ja, die vind ik echt schitterend. Zing je dat thuis dan ook in de badkamer? Nee, niet. Maar dat als je veel in... dat kwam ik, want dat kan tegenwoordig niet meer. Ik heb geen tijd meer voor. Maar als je dan in homocafés komt, dan wordt dat soort muziek veel gedraaid. Hoe zou je daar niet komen? Dat ligt toch altijd uit? Ja, maar het probleem is, ik heb het zo ontzettend druk. Ik ben met iets anders bezig op het ogenblik, zoals u weet, verkiezingsstrijd. En dan zit er heel weinig tijd in om leuke dingen te doen. Ik heb eigenlijk nauwelijks een privéleven. Oké. Nou, de woonplaats, het is niet je geboortestad, maar woonplaats Rotterdam. Ja. Daar is Jeroen Kijkendevecht afgelopen zaterdag naartoe geweest. En die heeft een reportage gehad. Moet je even luisteren. Meneer, als ik u zeg Pim Fortuyn, zegt u dan? Ik vind hem wel oké. Ja? Ik zal niet op hem stemmen, maar ik vind hem wel oké. Oh, bent u een Rotterdammer? Ik ben echt een Rotterdammer, ja. Wat heeft u gestemd met de gemeenteraadsverkiezingen? D66, laatste keer. Maar Pim Fortuyn heeft toch wel een aardige voet aan de grond gekregen hier in Rotterdam? Nou, ik denk dat het inderdaad het leuke is ervan. Ik denk dat het daarom gaat. Ik bedoel, hij heeft toch de politiek weer een beetje op de kaart gezet. Oh, daar komen twee hele boze politieagenten aan. Zou ik even vragen. Eerste primaire reactie als diender zijn op de twee woorden Pim Fortuyn. Geen politiek is een beetje meer kleur, denk ik. Ik denk dat ik het al bij jou. En zou je op hem stemmen? Ik ben nog een zevende kiezer, zoals dat heet. Ja, maar daar heb ik niks aan, want het is al bijna 15 mei, dus je moet nou wel een beetje de knoop doorhakken. Nee, ik zat echt nog niet weten. Ik ben nog aan het dubben. Uh-huh. Dus of het Pim Fortuyn is, dat weet ik niet. Maar het zou kunnen? Het zou kunnen, ja. Maar ik heb een melding, dus ik moet eventjes... Je hebt een melding? Ja, dus ik... Een spannende melding ook? Nou, nee, dat niet, maar ik moet er wel even heen, dus... Nou, veel plezier in werk vandaag. Ja, dankjewel. Pim Fortuyn. Helemaal oké. Okay. Wat vind je het beste van Pim? Ja, wat hardere aanpak. Vooral beleid betreft met allochtonen. Ja, wat staat je daar zo aan tegen wat het hoort nu is? Het wordt een beetje te. Kijk maar om je heen. Jij gaat ook Pim Fortuyn stemmen? Ja, absoluut. Ben je Rotterdamse? Oorspronkelijk niet. Ik woon hier 2 jaar. Bevalt me niet. Waarom niet? Door de allochtonen. In welke opzicht? Is er dan wel eens iets gebeurd? Of dat je er zo over denkt? Ja, het wordt veel lastiger gevallen. En je denkt dat als je op Fortuyn stemt, dat het dan minder wordt? Nou, dat niet alleen. Kijk, het is natuurlijk niet alleen dat waarom ik op Fortuyn ga stemmen. Maar het spreekt me wel aan. Ik weet wie jij bent. Wat zeg je? Ik luister elke dag naar jou. Maandagmiddag komt hij. Ja, ik moet even weten wat de Rotterdammers ervan denken. Ja, nou, ik vind het prima. Ik vind het een beetje een praatjes maken. Wat was je grootste Pim Fortuyn afknapper? Dat hij wegloopt. Als hij opstaat en wegloopt, als hij een moeilijk hoekje komt. Als ik zeg Pim Fortuyn, wat zeg jij dan? Homo. Hey, dat is een hele goeie. Dankjewel.
Wat vind je nou van? Pim Fortuyn, hij loopt weg. Bijna extreem qua ideeën, buitenlandersbeleid. Nou, helemaal niet. Er zijn heel veel mensen positief over mij. Wat me trouwens opviel, dat is dat jullie verslaggever een agent aanspreekt met jij. Ja, dat vind ik dat nou niet moet, hè? Als je dat gezag dat was Jeroen beetje... Kijker, die zit naast je. Ja, ja, ja. Als, nou, niet dat ik er nou heel lelijk over wil zijn, maar dat hoort dus niet. En die agent hoort dat ook te corrigeren, want die staat op die straat om daar gezag uit te oefenen. Nou, dan is het dus gewoon u. Mm. En verder is er helemaal niet zoveel negatiefs over me gezegd. Het viel me reuze mee. Vraag voor degene die... Want homo kan toch nauwelijks als negatief worden opgevat? Niet in deze geëmancipeerde samenleving. Is dat zo? Nou, dat hoop ik wel. Heel veel mensen voorbij Harderwijk die er heel anders over denken. Nou, niet alleen voorbij Harderwijk. We hebben in de grote steden op met name het middelbare onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, dat heel veel homoseksuele leerkrachten, mannen en vrouwen, niet meer voor hun geaardheid durven uit te komen. Dat vind ik een stap terug, ja. Vandaag Pim Fortuyn in de studio. De meest besproken politicus, kunnen we zeggen. Een man van extremen. Maar daar is vrijwel iedereen het over eens. Geen extreem rechts, hè? Dat klopt. Lijkt me. Ik heb geen last van racisme, geen last van vreemdelingenraad. Alleen ben ik een hele goede huisvrouw die zegt, als je dweilt, moet je eerst de kraan dicht doen. Ben je een populist? Nee. Waarom niet? Nee. En dat is wel handig. Nou, als ik het mijn definitie ervan zou mogen geven, dat is een positieve, dan wil ik het wel zijn. Als een populist iemand is die ingewikkelde vraagstukken op een heldere manier voor een breed publiek weet uit te leggen, dan ben ik graag een populist. Maar als populist betekent dat je de mensen naar de bek praat, dan doe ik dat gewoon feitelijk niet. Als ze mij vragen, gaat u de virus oplossen de komende 4 jaar, dan zeg ik nee, want dat kan niet. Ik wil het wel proberen te verlichten, het fileleed, maar oplossen kan niet. Zolang wij in dit land vinden dat je om 9 uur op je werk moet zijn, om 5 uur weer naar huis moet gaan en we ICT, de informatie en communicatietechnologie, niet gebruiken om op een wat verstandiger manier met mobiliteit om te gaan. Hoe komt dat nou? Dit land is ontzettend vol en die steden die functioneren als een soort trechter. Dus je kunt wel wat bredere wegen maken, dus daar is best wat aan te doen. Maar zo gauw je bij die stad komt, ja, dan moet je er met z'n allen in en dan lopen we vast. En dat kan ik ook niet opheffen. Waar ik wel voor kan zorgen, gaan we in Rotterdam ook voor zorgen, is dat autootje pesten in de doorgaande routes in de stad is wat wordt opgegeven, zodat het verkeer doorstroomt. En dat kunnen we wel doen. Maar ben jij er om de problemen te benoemen of om ze op te lossen? Nee, ik wil graag gekozen worden om premier te worden van dit land. Premier dan, hè? dat is cordon, hè? En dat was ook een grapje. Hè? Maar nee, premier te worden van dit land, en dan moet je de problemen natuurlijk oplossen. En daar wil ik ook op afgerekend worden. Als wij deelnemen aan een regering, of ik nou premier word of in de Kamer zit, maakt dat niet uit. Maar als wij... Je zegt net dat je ze niet kan oplossen. Nee, dat zeg ik wel. Dan word ik premier om ze op te lossen. Maar als wij deelnemen aan een regering, komt een regeerakkoord met daarin cijfers. Uh-huh. Dus over wachtlijsten, over oplossingspercentages van criminaliteit. Waarop de kiezer ons na 4 jaar kan afrekenen. Hè. Dan moeten we publiceren van, nou, hebben we het gehaald of hebben we het niet gehaald, of een beetje gehaald. En dan mag de kiezer zeggen, nou, heeft het goed gedaan, slecht gedaan. Gemiddeld gedaan. Nou, ga je het overleven, 8 jaar, denk je? Nou, ik heb 8 jaar maximaal toegezegd en we beginnen met 4 jaar. En even terug nog de oplossing, ga je nog bedenken gaandeweg? Nee, want die staan in mijn boek. En ik heb heel veel boeken geschreven. Ik heb dat boek niet gelezen, moet ik eerlijk bekennen. Ja, ik heb wel het boek van de ChristenUnie gelezen. Ja, en wat staat daarin aan de oplossing? Dat is de Bijbel. Oh, heeft u dat gelezen? Ik heb de Bijbel gelezen. Ja, wanneer? 1 keer? Nee, ik heb de Bijbel, ik kom uit een zeer calvinistische maar dan weet u dus ook, evangelisch dan weten we ook dat een multi-interpret is voor velerlei uitleg vatbaar. Het boek is. Dat maakt het boek ook zo interessant, maar het is niet direct een kookboek voor oplossingen van onze problemen. En jouw boek ook? Is dat een soort bijbel dan? Wat zegt u? Is jouw boek ook een soort bijbel? Nee, kan je niet zeggen, maar het geeft, het gaat over deze tijd en het geeft oplossingsrichting aan en de bijbel, ja, dat gaat over levensvraagstukken en die kun je op heel verschillende manieren interpreteren. Boek De Prediker, dat vind ik het mooiste boek. Welke? De Prediker. Ik schrijf hem op. Kan iemand het even opschrijven? De Prediker. En de spreuken. En dat zijn prachtige uitspraken. Daar kan je wel 10 keer over nadenken. En iedere keer zie je er weer wat anders in. Maar zo'n mooi boek heb ik niet geschreven. Wie heeft bedacht dat jij moet zeggen, ik heb er zin aan? Dat is Gronings.
Oh ja. Dus dat heb ik niet bedacht. Maar dat is ineens heel... Ja, dat schiet je dan uit de bek en dan wordt het heel... Of ik heb er geen zin aan, hè. Dat is ook minstens zo belangrijk. Maar, kun je het één keer nog voor ons zeggen? Ik heb er zin aan. Ik heb er zin aan. Maar goed, dat is Gronings. Ja, dat schiet je dan een keer uit de bek. Ja, en dan wordt dat populair. Dat ja, is wel leuk. Dat is met stropdassen populair aan het worden zijn. Ja, is dat zo? Ja. Komt er binnenkort een Pien Fortuyn stropdassenwinkel dan? Nou, dat zou ik wel graag willen. Maar dat mag niet als politicus, hè. Want Jeroen hem wel. Jeroen is ook gek op stropdassen. Geurlijntje, modellijn. Zou het allemaal. Dus naast Joop komt er binnenkort ook Pim. Hè? Naast Joop komt er binnenkort ook Pim. Nou, er is al Pim. Er zijn Pim's koekjes en Pim's liqueur. Ja, en ik mag daar niks aan verdienen. Pim Pampet hebben we ook al. Zo is dat. Wat voor Pim? Misschien kunnen we iets in de markt zetten. Ik heb hier een kaart met vragen. Dat zijn de blackout kaartvragen. Ja. Ik heb hier eentje nog even. Ik heb er nog geen blackout, maar doe er alvast eentje ter test. Drinkt u nog elke dag alcohol? Jazeker, ik ben een wijndrinker. Ik heb een mooie kelder, mag ik wel zeggen. En gebeuren daar ook andere dingen dan wijn drinken? Nee, daar niet. We praten zometeen verder met Pim Fortuyn. Ik vind het leuk dat je er bent, Pim. Dankjewel. Ik vind het leuk van dit. En wij staan aan. Wat zeg je? Ze kunnen horen wat ik zeg. Op ja, dat geeft niet. Dat is altijd als de intro nog loopt, dan... Maar nu stoppen we ermee met het gelullen. Zoon van Julio Iglesias? Of heb je geen idee wie het is? Nee, ja, ik weet wel hoe hij eruit ziet. Wel goed, maar nee. Ik val niet op plaatjes. Niet. Gaat meer om naturel, om echt. En knap is een heel betrekkelijk begrip. Iemand kan, het gaat om aantrekkelijk. Vind jij mensen die ook homo zijn leuker dan mensen die zeg maar hetero zijn? Ik val op heel vaak op heteroseksuele mannen, dus dat is heel vervelend. Als je dan een keuze moet maken tussen Jeroen en mij, wie is dan de leukste? Jij. Kijk, qua fysiek, hè? Nee, qua mens kan ik dat niet beoordelen. Nee, qua mens vind ik zeker leuker. En, luister, ik ben een beetje ziekig. En dat kan ook verschuiven, hè? Van, ik heb wel gehad een hele goede, goede seksuele relatie met iemand waar ik in het begin niks van moest hebben. En dan leer je hem beter kennen, komen andere aspecten in de geding. En dan loopt het ineens wel, dat is het mooie. Waar zijn je hondjes? Die zijn bij Herman thuis. Herman de hondenvriend. Nou, Herman is, dat is mijn assistent. Die had remen vroeger, maar dat kan dus nu ook niet meer. Maar zijn butler nu, ja. Heb je, wat heb je allemaal aan personeel rondlopen? Een butler? Iemand voor het gazon? Nee hoor, dat kun je allemaal betrekken. We hebben mensen die de tuin doen, mensen die de was doen en strijken. Wie is we? Ja, ik wil het zeggen. We. Nou, Herman en ik, want die hebben samen die huishouding. Daar. Oh, jullie doen het wel samen? Nou, hij doet het, laat ik het nou maar eerlijk zijn. Hij heeft dus iemand die de tuin doet, iemand die de was doet en strijken. Hoe moet ik dat zien? Wacht even, dan word je dus wakker. Heb je pantoffels? Ja, sloffen. Ja. En dan komt. Heb je ontbijt op bed? Komt Herman dan met ontbijt? Herman komt meestal. Nou, of niet ontbijt. Ik eet een beetje yoghurt met daarin een banaan en een kopje koffie. En, een kinderpapje. Ja, precies. Want dat gaat makkelijk in. En dan pillen, veel vitaminepillen. En een glaasje verse Sudorans. Dat is elke morgen ritueel. En even kijken, even de hofhouding doornemen. Ik heb helemaal geen hofhouding, want ik ga ontzettend leuk. Die mensen. Nou, anders werkt het ook niet, hè? Want ik heb natuurlijk wel een groot huis, maar je komt elkaar echt wel tegen. Zijn alle fortuinen met UY eigenlijk familie van jou? Nou, alle fortuinen zijn familie. Hoe je die naam schrijft, dat is allemaal pas in de 19e eeuw is dat verschillend gaan worden. Toen gingen we onder Napoleon moesten geregistreerd worden. Maar dat is allemaal één familie. Drooglever Fortuyn is familie Fortuyn Drooglever. Mm. En het is ook niet zo'n grote familie. Maar bijvoorbeeld UY ook. Ik ga straks naar Leeuwarden. Bij Dokkum staat nog een pepermuntfabriek van Fortuyn. En dat is rechtstreekse familie. Toch geen familie van. Toch geen familie van? Je bent toch geen familie van. Hebben jullie Fortuyn, zijn jullie aan het bellen? Ja, met Fortuyn. Dag, Ruud de Wild, spreekt u? Met wie? Ruud de Wild. Ja, jongen, dan ben je verkeerd verbonden. Nee, ik spreek toch met Fortuyn? Ja, inderdaad. Ja. Nee, dat vind ik wel goed. Nou. Ik heb een vraag aan u. En dat is? Toch geen familie van? Familie van? Ja. Van wie? Pim. Van Pim. Nee hoor. U weet over wie ik het heb? Ja, je hebt het over Pim Fortuyn. Ja? Ja, nee, daar ben ik geen familie van. Niet, nee. Oké, nou bedankt hoor. Ja. Dag. Dag.
Dus niet iedereen is erg opgegroeid. Niet iedereen dus. Nee, maar Nederlanders weten dat helemaal niet. Kijk, wij zijn niet in de strikte zin familie zo heel direct. Maar het is een heel klein groepje fortuinen. En die stambomen komen allemaal bij elkaar. Dus mevrouw weet het gewoon niet. Dat is even het punt. Is er een familie fortuinen waarmee je contact hebt? Trots op, Pim? En nou, dan word je min of meer geprest. De boze bovenbuurman. Ja, dat zijn hele nare dingen, dat je privéleven... Kijk, dan heb je de keuze, je doet niet mee. En zeggen ze gewoon, nou, doet u dan maar niet mee. Dan gaan wij over u schrijven, zonder u. Uh-huh. Nou, dus eigenlijk is het een vorm van chantage. Dus dan doet ze maar wel mee. En tegelijkertijd vindt ze dat natuurlijk ontzettend vervelend. Want zij heeft niet gekozen voor die openbaarheid. Ik wel, zij niet. Ruud's stem. Politiek in duidelijke taal. Pim Fortuyn in de studio. Wat heb je met Queen? Wat ik met Queen heb? Ja, dat vind ik mooie muziek. Leuk om naar te luisteren. Ja, verder niet veel meer. Freddie Mercury natuurlijk een heel triest leven. Maar heel vreemd ook gevonden. Ik heb altijd mensen die... een seksuele geaardheid achter de hand moeten houden, niet kunnen beleven, dat heb ik. Dat zijn trieste levens. Is dat zo? Ja. Want moet je er dan mee koketteren? Nee, dat is wat anders. Maar als je seksuele identiteit is zo'n belangrijk onderdeel van wie je als mens bent. En als je dat niet gewoon op een natuurlijke manier, want daar gaat het om, koketteren is niet natuurlijk, maar niet gewoon naar voren kunt brengen daar waar dat gewoon hoort. Maar jij hebt daar iets mee, want je bent de voorzitter geweest van de AIDS-fonds ook. Nee, ik ben lid van het AIDS-fonds geweest. Nou, ik heb nooit zoveel in homoseksuele organisaties gedaan. Maar ik heb wel al. Ik was al heel vrij jong een publiek figuur. En toen begreep ik van. Je moet ook een beetje een rolmodel aanbieden, een voorbeeldfunctie hebben. En ik heb wel heel veel mensen in de loop van mijn leven. Zeg maar een beetje het laatste setje gegeven om er toch vooruit te komen. Dan dachten ze van ja, als die vent dat in de krant zegt, dan moet ik het ook kunnen. Ja. En ja, dat is heel goed geweest. Wanneer ben jij er vooruit gekomen, openbaar? Ah, heel vroeg. Ik was 25. Heb je nooit een relatie met een vrouw gehad dan? Ja, ook wel. Toen ik na mijn promotie in 32, 33 was, toen had ik ineens zoiets van, ja, ik wil kinderen. Nou, dan heb ik een vrouw nodig. En ik wilde een gezin. En dat heb ik geprobeerd, maar ik werd zo homoseksueel van dat ik kon het dan wel met. Ik kon het bij wijze van spreken wel met het paard van de schillenboer. Nou ja, dat moet je dus niet doen. Heb je het met een paard van de schillenboer gedaan? Nee, ik zeg, daar kon ik het bij wijze van spreken wel mee. Ja, maar heb je dat ook niet? Niet gedaan ook? Nee, het is een Groningse uitdrukking van dan kan je het wel met iedereen. Oh, maar daar had je geen zin aan? Nee, daar had ik geen zin aan. Een quizje. Daar ben je dol op, hè, quizjes. Nee, ik hou niet van spelletjes, dus ook niet van quizjes. Nee, maar deze is heel leuk. Het zijn vijf muzikale jongens. En mijn vraag is, wie hoor je? Dit is fragment 1. Elton? Oh, Elton John. Dat is de tweede. Oh, dit was wel rap. Ah, dit moet je weten. Dit moet je weten. Dat weet ik ook niet. Je hoort het weer in de disco. Hij is een vriend van je. Wie dat? Oh, is het Joling? Ja. Oh, Gerard. Ja. Fragment 3. Dit wordt een afgang. Deze gaat naar dezelfde kapper. Nou, het is een kale man dus. Ja, ik zou het niet weten. Wie? Jimmy Somerville. Zeg me niks. Communards. Goed, fragment nummer 4. Oh, we zijn er gelukkig bijna door. Ja, ook weer van die disco muziek, maar ik zou het niet weten. Culture Club is dit. Zeg me niks. Oh. Nou, dan de vijfde en laatste. Die is heel makkelijk. Maar ja, we weten niet zeker of hij het nou is of niet. Hij heeft een aap en een zoontje. Wat hij met wie doet, weet niemand. En Michael Jackson. Oh, ja. Dat is een enge man. Ja. Vind je dat enge man? Ja, de nagemaakte. Dat geopereerd aan mijn gezicht en zo. Dat zie ik hem niet zitten. Nee, dat is vies. Hè? Ja, maar de huis die eraf valt en zo. Dat denk ik net goed. Misschien is dat kok. Ik moet even bellen. Hallo, met Ruud. Wim. Dag
schat, je spreekt met je favoriete zanger, Gerard Joling. Nee, ik zit in de auto te luisteren, ik hoor ineens Pimmetje op de radio. Ik denk, moet even bellen. Dag lieve schat, hoe gaat het met je? Goed. Zit je lekker met Ruud, en die gaat je daar te houden? Maar weet je wat zo erg is? Ik heb helemaal geen verstand van die muziek. Als jij ik hoorde het, ik schaamde me dood. Zeg dat nou een vriend van mij? Ja, absoluut. Maar kom er even bij zitten, kom me helpen. Ik kom zo uit deze schaamtevolle vertoning. Ik was net bij Willeke in Laren, dus ik kom even langs. Ik ben heel op de goed, hoek. Tot zo. Oké, dag lieve. Doei. Oh, je kent hem goed ook. Ja. Het is een leuke man. Goed. Ik wil ontzettend mee lachen. En we doen altijd in het programma de noemen elkaar samen. Zijn naam is Pim Fortuyn. Zo is dat. En dan zeg jij, zijn naam is Ruud de Wild. Oh, zijn naam is Ruud de Wild. De leider van dit programma. Ja. Een leuke jongen. Ben je hetero? Ja, nogal. Ik ben getrouwd ook nog. Nou, dat schiet niet op. Nee. Maar ik heb wel dezelfde auto. En ik heb een blik op een ontzettend leuke jongen. Maar wie? Wie is dat? Die met dat zwarte haar. 20? Dat zwarte haar. Oh, dat is de tekening. Is hij volwassen? Thomas Rauw heet hij. Thomas Rauw. Ja, ik kan... En hoe oud is hij? Ik vraag wel even of Thomas hier naartoe. Thomas heeft een dienstmededeling. Kom even hier naartoe. ik ga even naar het toilet. Ik laat jullie even lenen. Wat een hele andere uitzending toch. Wat ontzettend gezellig. Hoi Thomas, hoe oud ben je? 23. Oh, dan is het niet verboden, jongen. Ik denk, die is beneden de 18. Dat moeten we niet hebben. Radicals. En een van die New Radicals zit hier in de studio, die heet Pim Fortuyn. Pim, Nou, gematigde man hoor. Ja, is dat zo? Ja, oh jongens, zo mild en zo redelijk. Daar word je niet goed van. Hoe moeilijk is het nou om 24 uur per dag Pim Fortuyn te zijn? Ja, helemaal niet. Het is heel moeilijk om het niet te zijn. Daar word je moe van. Dat geldt voor iedereen. Als je probeert zoveel mogelijk te zijn wie je bent... Niet te liegen, heel belangrijk, lieg nooit. Doe nooit wat andere mensen vinden dat jij moet doen. Je moet alles wat je doet uit een innerlijk gevoel en overtuiging, dat brengt je energie. Maar je doet het al 54 jaar dit? Nee, niet, want dat is een levensproces. Ik heb vroeger ook dingen gedaan omdat de omgeving dat nou eenmaal van me vroeg. En dan ga je je aanpassen en zo. En dat is helemaal niks. Daar kom je in een loop van een leven achter. Jij moet jij zijn. En natuurlijk niet op een manier dat je anderen in de weg zit. Maar jij moet jij zijn en dat leeft het best. Maar je bent ook links geweest. Qua politieke ideeën. Ja, maar dat was iedereen in de jaren 70. Of progressief heette dat toen. En dan ga je leven leven. En ik heb ook een economische achtergrond. Nou, dan leer je op een gegeven moment dat al dat staatsoptreden... waar wij zo in geloofden in die periode... Dat toch niet alles oplevert wat je dacht. En ik kom uit een ondernemersgezin. Dat ondernemen ontzettende leuke bezigheid is. Of je het nou letterlijk doet met een bedrijf. Of dat je iets onderneemt in je leven. Dat heel vitaal is en heel goed is voor mensen. En in mijn tijd, toen ik zo oud was als jij... werd daar heel negatief tegen aangekeken in dit land. Is dat dit dan niet een beetje links winken, rechts vangen? Nee, want ik ben niet iemand die echt in geld geïnteresseerd is. Dat klinkt makkelijk wat ik nu zeg, want je moet het wel hebben om leuke dingen te kunnen doen. Maar ik heb ook vrienden die vinden geld hebben en vermeerderen vinden ze ontzettend leuk. We hebben bijvoorbeeld een koningin die dat ook ontzettend leuk vindt. Maar ben je dus dat is een andere tak van sport. Maar ik vind geld, voor mij is geld is een middel tot. Zoals macht een middel tot is. Maar ben jij de politieke uitvoerder van de Prins Liak? Qua vermogen? Nee, ik ben helemaal niet rijk. En een van de problemen is nu ik de politiek ingegaan ben... dat je dan geen inkomen kunt verwerven. Nou ja, dan moet ik me zo'n beetje... moet ik maar zien dat ik over je boek, of je boek. Ja, maar je moet niet vergeten dat salaris... Kijk, dat is als je bijstandsniveau gewend bent, is het een goed salaris. Maar als je... Ik had een omzet van zo'n ton of 8, 9 waarmee? Soms. Waarmee? Nou, met schrijven, met lezingen en met adviezen. Nou, dat is natuurlijk geen net inkomen, hè? Dat moet je goed begrijpen. Want dan moeten alle kosten vanaf. Stop je mensen wat toe dan ook? Nee, dat doe ik niet. Dat heb ik nooit gedaan. En niet omdat ik zo'n brave... Nu we het over mensen hebben, Harry Mens, stopt hij je geld toe? Nee. Ik heb wel eens van mij Harry Mens geld verdiend. Dat is iets anders. Maar daar moest ik wel wat voor doen. En dan nu de vraag van Jeroen Kijk in de verte. Wat afgesproken dat ze ook in jouw hoekje zouden kruipen, Jeroen. Jij wilde ook nog een vraag stellen. Ja, maar is dat al meteen een regisseur? Nee, want ik vroeg me heel erg af. Ik hoorde afgelopen vrijdag hoorde ik je weer vertellen over de verloren liefde... of de onbereikbare liefde.
Nee, over de grote liefde. De grote? Jawel, ja, maar daar, tevens onbereikbare liefde. Luister, maar daar beginnen altijd die media over. Ja, ik heb een grote liefde en die voor mij niet bereikbaar bleek te zijn. Nee, maar wat ik me afvraag... Ik zit ik denk, niet in een hoekje te treuren. Kijk, dat is nonsens. Dat was een fotograaf of een danser? Of een dansende fotograaf of een fotograferende danser? Nee, dat was een beroemde fotograaf. Maar is die man... Ik ben er namelijk van overtuigd... Nee, de grote, dat is een hetero, joh. De grote drijfveer is achter alles wat je nu aan het doen bent. Nee. Dat je nu aan het laten zien... Maar wie is het dan? Wie is het dan? We hebben nog 10 seconden. Wie is het? Nou, dat hoef ik niet te zeggen, want dat heeft de Jello Pers al lang eens een keer achterhaald en gepubliceerd. Dus jij had je werk moeten doen. Ja, Ruud, je had je werk moeten doen. Ja, maar dat zoals zijn van die mijn dingen, werk ja, dat doen. Weet ik. Maar daar had ik geen zin. Maar gaan we het weer eens over politiek hebben. Zometeen in uur 2. Tot zover het eerste deel van de herhaling van de uitzending van 6 mei 2000. Ja, Ruudeweld.nl en uur nummer 2. Vandaag de gast Pim Fortuyn, die zit in de studio. Wat heb je met Italië? Versta je dit trouwens, Libera l'anima? Ik kan dat redelijk lezen. Spreken en verstaan is een stuk moeilijk. Het is een moeilijke taal. Moet je ook wel een beetje talent voor talen hebben om dat goed te kunnen. Heb ik ben jij een talenmens of niet? Nee, absoluut niet. Ik spreek wel en schrijf, denk ik, heel goed Nederlands. Nou ja, Engels, dat is congrestaal. En vroeger wel. Is dat goed? Is het een taal die je beheerst, Engels? Goed? Nou, vind ik voldoende om met goed in te kunnen uitdrukken. Maar het is niet mooi. Ik kan het verschil wel horen, hoor. Van mensen die dat heel goed kunnen. Ik heb je interview gezien op de BBC. Dat rammelde toch wel een beetje, hoor, dat Engels. Nou, dat gaat ook. Je moet het ook een beetje meer doen. En het gaat gewoon steeds beter. Maar. Heb je les dan? Nee, dat maar heeft, als premier heeft totaal... Straks, als je straks premier bent... Dat is een Hollandse misvatting. Dan moet je dat dus helemaal niet doen. Nee? Als jij zeker niet als je onderhandelt en over moeilijke vraagstukken spreekt... kun je veel beter met tolken werken. Als je natuurlijk wat small talk hebt... dan is het natuurlijk wel logisch dat je dat in het Engels doet... en probeert in het Duits en het Frans. Dat is wel waar. Maar dan gaat het over taal aan een dineetje. Dat is toch wat anders. Libera l'anima betekent overigens vrijheid voor alle dieren. Ja. Dat u dat even weet. Aan alle lijsttrekkers die... Dat is niet helemaal waar. Wat is niet helemaal waar? Libera l'anima is iets anders. Wat is libera l'anima dan? Anima is toch iets... Was dan de geest of zo? Bevrijd de geest... Nou, volgens mij is ik bel wel even. Volgens mij lul je nou ja, we zien nek. Het wel. Kijk, even bellen. Ja, bel maar. Ja, naar de vertaalafdeling. Dat stond op de achterkant van de NOS. Van de NOS, ja, die zit hier naast. Jullie hebben hier ambtenaren zat. Dus ja, precies. De helft kan eruit, Pim. Kom op. Elke lijsttrekker krijgt 10 dezelfde actuele thema's voorgeschoteld. Het zijn thema's die in elk verkiezingsprogramma terugkomen. Dus morgen bijvoorbeeld bij Jan Marijnis en overmorgen bij Paul Rozenmuller. Vrijdag bij Jan-Peter Balken en de aanstaande maandag bij Hans Dijkstal en dinsdag bij Ad Melkert. Per thema krijg je 20 seconden de tijd om het ons zo duidelijk en helder mogelijk uiteen te zetten. Na 20 seconden snijden we het volgende thema aan. We beginnen, Pim Fortuyn, met buitenlandersbeleid. Grenzen dicht. Je moet niet, als je wilt dweilen, moet je de kraan dichtdrangen. Je is fors integreren. Iedereen die hier is, heeft ook recht om hier te blijven en alle mogelijkheden te hebben om zich helemaal te integreren in economie en samenleving. Gezondheidszorg. Saneren, eerst saneren en dan meer geld erbij. De dokters en de verpleegsters weer in de driver's seat. Dus de uitvoerende moet het voor te vertellen hebben. En veel particulier initiatief, ook bij specialisten, particuliere klinieken. Allemaal op het ogenblik afgeschaft door mevrouw Borst. Moet in ere worden hersteld. Criminaliteitsbestrijding. Aansturen op terugdringing van of op verhoging van oplossingspercentages van criminaliteit. Op het ogenblik 15%. Het is extreem laag. Begin jaren 90 was dat 23%. Mijn streven is om aan het eind van de kabinetsperiode tenminste weer op 35% te zitten. Onderwijs. En daar zitten we nog. Nee, daar zitten we nog heel laag. Want in Duitsland onderwijs. Is dat meer dan 50%. Pim, onderwijs. Aan de regels. Kom op. Onderwijs. Onderwijs. Kleinere scholen. Vorming moet veel centraler staan dan kennisoverdracht. Ook daar de onderwijzers aan de macht. Terugdringing van de kundes. Terugdringing van de bureaucratie. En terugdringing van de vreselijke positie van het management. Verkeer. Nou, daar kan ik niet zoveel aan doen. Files zijn een groot probleem. Ik wil het fileleed verlichten. Daar wil ik mijn best voor doen. Maar we moeten vooral eens gaan kijken naar onze mobiliteit. En dan vooral naar de gedwongen mobiliteit. Of we dat nou goed aanpakken. Grote rol voor de werkgevers om dat eens wat beter in te richten. Milieu.
milieu, ah, dat gebeurt hier goed genoeg. Laten we onze milieucentrum nu eens investeren in de Sovjet-Unie en Oost-Europa. Bruinkolencentrales aanpakken, oude gasvelden en olievelden aanpakken. Dat helpt veel meer. Onze euro is daar heel veel meer waard dan hier. Europa. Het is erg belangrijk dat de bevolking daar veel meer bij betrokken wordt dan thans. Wij in Nederland voor het Europese parlement minder dan 30% opkomst is. Dat betekent dat het een college is dat nauwelijks legitimiteit heeft. En dan te bedenken dat er politici zijn die denken zonder het volk een federaal Europa te kunnen nastreven, moeten we niet doen. Drugsbeleid. Softdrugs, die zijn al vrij. Je mag een stikje roken. Ik vind dan moet je ook de handel en de productie van softdrugs vrijgeven. Ten opzichte van harddrugs moeten we dat harde beleid maar blijven voeren, omdat we internationaal ook mee moeten kunnen. Defensie. Zeer zeker op peil houden. De wereld is buitengewoon onzeker en wordt nog onzekerder in het volgend jaar. Als met name als de Amerikanen Irak toch zouden binnenvallen, dan denk ik dat het Midden-Oosten-conflict verder verscherpt. En we keten in Europa en we moeten een goed NAVO-partner zijn. En dat betekent dus dat je defensie op peil moet houden. Sociale zekerheid, oftewel de WAO. De WHO, ja, ik ben voor wat men noemt een risk-professioneel. Dat betekent dat ziekten en gebreken die voortvloeien uit de beroepsuitoefening in de WHO thuis horen. En dat alle andere vormen van ziek zijn liefst via een particuliere verzekering aan de orde komen om de inkomensval te kunnen opvangen. Ze komen allemaal op de internetsite. Alles wat de lijsttrekkers aan deze punten hebben gezegd, of over deze punten hebben gezegd, komen op rutewild.nl. En einde van de week kun jij als zwevende kiezer eigenlijk je standpunt laten gelden door te stemmen op jouw partij, zeg maar. Vergelijken. Ja. Viel het mee? Ik weet het niet. Ik heb niet de inhoud van de standpunten, maar de snelheid waar ik het mee deed. Nou, dat is goed. Het lag, overigens was er meer tijd dan in de Soundmix Show, hoor. Ja, daar hadden we 15 seconden, ja. Geloof ik. Hè? En hier word je ook niet onderbroken door een commercial blok, dus dat scheelt ook. Of maar voor duur door jou dus. En muziek. Ja, dat ook nog. Muzak. Vind je echt muzak wat we draaien? Ja, ik vind heel veel van die muziek, dat heb ik met veel popmuziek, ik vind het saai. Er zit zoveel herhaling in. Nou, een paar van die strofes denk ik, weet het wel, draai maar een ander mopje. Maar goed, zo zit ik in elkaar. Je zei net trouwens dat er geld bij moest, hè, in die 10 vragen. Bij gezondheidszorg. Nee, daar zei ik helemaal niet dat er geld bij moet. Dat kan wel later. Je moet eerst, als je wil saneren, moet je eerst de boel even constant houden. En